Zoek je een eigen huis? Dat is dichterbij dan je denkt met de IBBA-regeling. Verdien je meer dan 20.000 euro per jaar? Dan is IBBA wat voor jou. Jij leent wat je kunt lenen en IBBA regelt de rest. Er komt bij IBBA iets unieks uit, wat je hier kan zien. Iedereen mag dus zijn eigen huis uitkiezen. En dat geeft zo'n leuk effect. Iedereen kan bouwen, want ook ik als moeder alleen met kinderen, tieners, heb dat ook kunnen doen met één inkomen. Ik zou iedereen willen adviseren, ga ermee aan de slag. Het is zo leuk om te doen. Zoek je ook een eigen huis? In 2009 startte de gemeente Almere een ambitieus plan, IBBA genaamd. De afkorting staat voor Ik Bouw Betaalbaar in Almere. Het omvat een financiële regeling waarmee het mogelijk is voor mensen met een jaarinkomen vanaf 20.000 euro om zelf een huis te bouwen. In 2010 volgden wij 5 starters die hun droom zagen uitkomen. Iedereen had al een keuze gemaakt van zijn kaveltje en wij keken, oh, welke tuin ligt op het zuiden, welke kavels zijn nog vrij, oké, dan wordt het die of die. Alles loslaten, niet aan het geld denken, niet aan de uitvoering, je droomhuis bouwen. Dat was op één slag, ja, een soort verliefdheid. De starters van toen wonen inmiddels al een paar jaar in hun zelfgebouwde huis. En wij zochten één van hen op. Receptioniste Adinda was pas 23 toen ze het grote avontuur aanging. Je bent best wel jong. Je moet natuurlijk ook een hypotheek hebben voor je huis. Dus je betaalt gewoon het stukje wat jij kan betalen per maand. En daarbij komt de gemeente die financiert het andere stuk. En toen de hypotheek rond was, kon Adinda aan de slag. Een van de eerste dingen die we bijvoorbeeld moesten doen was de aannemer uitkiezen die je wilde. Verder mag je je eigen kavel kiezen, dus dat is allemaal best wel spannend. En daarna beginnen ze met bouwen en je bent heel erg nauw betrokken met alles. Je hebt een bouwbegeleider, die steunt je door het hele traject heen. Dus het is niet zo dat je helemaal los wordt gelaten, maar ze houden je goed in de gaten. En ze kijkt met veel plezier terug. De bouwperiode is echt wel een mooie leerzame ervaring geweest. Het was niet altijd even makkelijk. Maar je hebt uiteindelijk wel iets wat je zelf echt heel erg mooi vindt. En dat is best wel bijzonder. Na weken klussen verhuisde Adinda in 2010 naar haar IBBA-woning. Het mooiste moment was voor mij dat ik hier de eerste nacht in mijn eigen huis liep. Als ik dit niet had kunnen doen, dan had ik waarschijnlijk nog steeds op de wachtlijst gestaan voor een sociale huurwoning. Ben jij geïnspireerd door het verhaal van Adinda en wil jij ook een eigen huis? Op 9 december komen er 70 nieuwe kavels op de markt. Meer weten? Kijk op onze site. Na een drukke dag op het werk op Amsterdam Centraal is het heerlijk als ik naar thuis kom en dan sta ik hier voor de deur en denk ik, wauw, dit is allemaal mijn huis. Het is gelukkig een startersproject, waardoor je dus niet zo'n hele hoge hypotheek hebt en de gemeente Almere helpt je met de rest van het geld. Ik had het gevoel eerst van, hé, Almere, wat moet je in Almere? Maar ga gewoon kijken en dan maak je je beslissing.